Jeetje, wat veel dislikes. Had ik even niet over nagedacht, maar daar komt er weer één. Hoi, welkom bij deze nieuwe video. Welkom bij de likes en dislikes. Ik ga je weer laten zien welke producten ik afgelopen maand getest heb en die ik heel goed of heel slecht vind, die dus een like of een dislike krijgen. Ik zit dus gewoon weer in mijn slaapkamer. Dat is even geleden. Vanwege de hitte afgelopen maanden, want het kon nog wel eens heel heel warm zijn, heb ik meer in de woonkamer gefilmd. En in de tussentijd heb ik een klamboe opgehangen. Puur vanuit praktische overwegingen, omdat we last hadden van muggen. Het klamboe lag echt al een jaar of zo in de verpakking. Wel met een gat erin, hoe dat kan weet ik ook niet. Maar ik vind het ook best wel gezellig. Een knus gevoel, een beetje kamperenachtig. En nu het toch langzaam een beetje herfst begint te worden, heeft het helemaal een beetje iets knus. Dus die klamboe is erbij gekomen. En als je mijn weekvlogs volgt, dan heb je dat natuurlijk allang gezien. Want ik ben deze zomer aan het vloggen, weekvloggen. En nu is het gewoon alweer september als jullie deze video zien. Om augustus nog even goed af te sluiten, heb ik dus weer de likes en dislikes. Zorg dat je geabonneerd bent om de likes en dislikes niet te missen elke maand, maar ook de andere video's die ik upload. Abonneren is heel simpel. Je doet het via de rode abonneren knop onder dit scherm. Even een kleine soort van waarschuwing vooraf, al is het niet echt een waarschuwing, ik denk dat jullie het wel heel leuk vinden, is dat er heel veel Essence & Catrice producten in deze video zitten. Dat heeft er gewoon mee te maken dat ik heel veel make-up getest de afgelopen tijd. Maar met de Essence & Catrice producten heb ik ook echt een eerste indruk video opgenomen. En er waren een aantal dingen die ik nog verder wilde gaan testen. Om in deze video dus te kunnen zeggen, in deze likes en dislikes, of ik het aanraad of niet. En ik heb heel veel andere merken ook geprobeerd. Maar het gebeurt ook best wel vaak dat een product niet echt een like is, maar ook niet een dislike. Dus ik vind het niet goed. Ik vind het niet slecht. Het is niet bijzonder. Het is gewoon niet benoemenswaardig. Misschien moet ik daar een keer een video over maken. Over alle onbijzondere producten. Niet bijzondere producten. Zo. Even de zomer gehad. Kan niet meer nadenken. Dus ja, dat is gewoon hoe het liep. Veel Essence & Catrice. Maar ik heb dus wel echt een paar mooie pareltjes. Betaalbare producten die ik je kan aanraden. En dat vind ik dan wel weer heel leuk. Ik ga beginnen met een basisproduct. Als ik me opmaak 's ochtends, is dit de derde stap. Primer, foundation en dan concealer. Dit is de Essence Camouflage Plus met concealer. En hier is ook nog de Camouflage Plus Hydrating Concealer van. En ik merk dus ook wel bij deze, hij is mat, dat hij ook vrij droog is, deze concealer. Hij is waterproof en tattoo covering. Hij is dus inderdaad heel mat, daardoor wel wat droog. Daardoor vind ik hem niet altijd heel mooi zitten. Mijn huid is ook aan de droge kant, dat werkt niet altijd even goed. Waterproof. Oké, als ik het zwembad induik, denk ik niet dat hij het overleeft. Maar hij blijft wel heel goed zitten door de dag heen. En dan tot slot, tattoo covering. Hij dekt absoluut goed. Maar tattoos, nee, die bedekt hij niet. Die drie dingen die hier benoemd worden, herken ik wel heel erg in de concealer. Hij heeft zijn minpunten en zijn pluspunten. Maar over het algemeen vind ik hem heel erg goed. Ik moet hem wel goed afpoederen of echt wel even laten beken. Dan wil hij af en toe nog wel een klein beetje in lijntjes trekken. Het is niks rampzaligs. Want wat voor mij gewoon een heel groot pluspunt is, is dat het mijn kleur is. Hij is heel licht. Hij is niet heel roze, niet heel geel. En ik kan hem heel goed combineren met mijn favoriete foundation van Estée Lauder Double Wear. Daarbij wil ik wel even iets anders aankaarten. Ik ben natuurlijk heel blij dat er zo'n lichte kleur is. Maar ik ben niet alleen op deze wereld. En iets wat me steeds meer opvalt is gewoon dat er zo weinig kleuren zijn in de drogist. En vooral voor de donkere huid. Er zijn drie kleuren concealer. Dat is heel weinig. Maar alle drie zijn ze beige of ivory. 01 Light Rose. Nummer 20 Light Ivory. En 30 Light Honey. Maar er zit gewoon geen één donkere tint tussen. En dat is ook met de foundations. Deze foundation wil ik ze ook nog even gaan aanhalen. 9 kleuren foundation. Is niet super veel, maar is ook niet heel weinig. Ik bedoel, 3 kleuren concealer, dat is echt weinig. 9 moi. Er zit één donkere kleur bij. 1. En hier is nu steeds meer discussie over, vooral in Amerika. In Amerika heb je veel meer merken, veel meer winkelvloer ook. Merken hebben vaak al daar veel meer kleuren, foundation en alles dan wij hier in Nederland hebben bijvoorbeeld. Maar dat vind ik geen excuus. Het is toch belachelijk dat als je donkere huid hebt, dat je dan gewoon niet in de register terecht kan voor je foundation of je concealer. Weet je, er is één kleur, dat is veel te weinig. Als je 9 kleuren maakt, doe dan de helft licht en de helft donker. Ik vind echt dat het tijd is dat dit gaat veranderen. En ik hoop het dan ook echt. Het gaat nu te lang zo. Er moeten gewoon meer kleuren komen voor de donkere huid in de drogist. Het moet logischer en eerlijker verdeeld worden. Gekeken naar de werking van de concealer, is dit voor mij een like. Dan heb ik nog de Insta Perfect
liquid make-up. En dit is een foundation 10 Cool Porcelain. Leuke verpakking, leuk gedaan. Daar ben ik toch altijd gevoelig voor. Het is een matte foundation, waterproof en goed op te bouwen in dekking volgens Essence. Ik vind hem niet zo heel goed op te bouwen in dekking, moet ik zeggen. Als ik te veel ga aanbrengen, dan gaat hij gewoon verschuiven. Dat werkt niet. En hij blijft bij mij gewoon echt niet goed zitten. Hij gaat echt verschuiven en soort van mijn gezicht af smelten. Wat ik dan bijvoorbeeld heel zie, voorhoofd, neus en kin. Mijn T-zone, die niet vet is, maar droog. Ja, die wordt kaler. Dus dan zie je mijn eigen huid. Ik was er al een beetje bang voor. Ik heb dit met heel veel foundations die mat zijn. Nou, voor mij is dit persoonlijk dus een dislike. Blijft gewoon niet goed zitten. En ik draag er altijd een primer onder. Werkt gewoon niet. Helaas. Dan heeft Catrice een soort van Illuminati-lijn. Ik was me daar totaal niet bewust van. Maar ik had de eerste indruk online gezet. En kwamen allemaal Illuminati producten. En ik dacht echt, Illuminati. Ze hebben dus heel veel driehoekjes. En dat is dan zeg maar de Triangle Artist lijn. Waar onder andere deze contour stick in zit. Dit is de contour stick. En ik heb hem nummer 20, Ashy Brown. En nou, een driehoekige contour stick. Ik dacht gelijk van, wow, wat handig. Moet zeggen dat ik het nou niet per se, nu ik hem weer wat vaker heb gebruikt, heel handig vind dat het driehoekig is. Want uiteindelijk is het leuk dat het driehoekig is, maar zet je dan toch gewoon een dikke streep neer. Het is meer dat die hoekjes, maar dat kan ook als een stick vierkant is, dat die nog wel eens fijn zijn om een kleinere, dunnere streep te zetten. Maar het is absoluut wel een like, want het is gewoon een hele mooie kleur. Heel assig kleur. Heel assig. Creamy, blend super mooi in. Ik zeg wel eerlijk dat ik persoonlijk creamy contourproducten lastig blijf vinden. Maar dat ik deze wel echt heel mooi vind. De kleur, de dekking, de werking. Top. Krijgt van mij een like. Nou, ik heb ook dit kwastje gekocht. En dit is de Triangle Artist. Ik weet niet of dit per se een foundation brush is. Maar je kunt hem dus voor foundation gebruiken. En hier zit een soort van reservoir in. Reservoir. In het midden, in de Illuminati zeg maar. Of de Bermuda driehoek. Hierin kun je dan je foundation pompen. En dan breng je hem zo aan. En dat werkt eigenlijk heel apart. Maar het werkt wel heel goed. Maar wat ik wel merkte. Bermuda driehoek, zoals ik zei. Foundation verdwijnt erin. En, dat zie je nu ook, het is niet schoon te krijgen. Ik heb deze kwast 2 keer gewassen en het is bijna niet te doen. En hij zuigt heel veel product op en moeilijk schoon te krijgen. Niet fijn met bacteriën en alles. Maar ik vind hem alsnog gewoon voor foundation direct aangebracht op de huid. En dan buffen of voor nou, die creamy contour die ik net liet zien, is hij top. Het is wel gewoon een hele fijne kwast. Ik vind de hoeveelheid haartjes en de dikte en sterkte van de haartjes top. Dus als we gewoon even het reservoir leeg laten, negeren, kan ik er echt wel mee werken. En zeg ik van, fijne kwast voor foundation, voor andere creamy of vloeibare producten. Prima. Gaan we even door met een ander merk, met Urban Decay. Nou, Urban Decay is als een gek nieuwe producten aan het uitbrengen. Wil ik wel even bij noemen dat ik toevallig op mijn Instagram voorbij zag komen dat het allereerste Naked palet eruit gaat, geannuleerd is. Dus die wordt straks niet meer verkocht. Maar ze lanceren nog wel heel veel, ook in de Naked lijn. Naked Petite Heat. Dus je hebt dat grote Naked Heat palet. En dit is dan een klein formaatje. En ik ben hier altijd wel fan van. Want dit zijn van die kleine doosjes met een paar toch vaak wat meer basic tinten. Makkelijk te gebruiken, makkelijk aan te brengen en makkelijk mee te nemen. Het ziet er ook wel heel leuk uit met die vlammetjes. Sorry, moest ik even doen. En dit zijn dan de oogschaduwtjes. Dit zijn ook schaduwtjes. Maar wat ik merk in Urban Decay, de kwaliteit is gewoon echt wisselend. Maar gelukkig ben ik er dus om dingen te testen en je te zeggen van, dit paletje, nee. De oogschaduwen zijn super, super poederig. Daar kan ik op zich wel mee leven als ze wel gewoon pakken. Dus als het pigment nog wel op mijn ogen terechtkomt en niet alleen maar van mijn kwast afvliegt. En als het daarna lekker blendt. Nee. Ja, het wordt gewoon echt een rommeltje. Kleuren worden één vlek. Het blendt niet mooi. Het blendt weg als het wel blendt. En het is gewoon super veel fallout. Dus ik merk hierbij echt de kwaliteit. Met toch een high-end merk van Urban Decay. Ontzettend jammer. En dislike voor mij. Ik pak even een ander oogschaduwpaletje erbij. Deze is van Catrice. Dit is de Glitterizer Mix & Match Eyeshadow Palet. Ja, dit is ook weer zoiets dat ik echt denk, je had een idee. Een leuk idee. En dan is de uitwerking niet goed. En dat vind ik gewoon heel jammer. Ze hadden een beetje gekeken. Heb ik het idee? Weer een idee. Naar Kat Von D, het Alchemist palet. Dus het idee is dat je... het idee is dat je
een donkere basiskleur aanbrengt. En daar dan topcoats overheen aanbrengt. De glitters verdwijnen als sneeuw voor de zon zo'n beetje wanneer ik het aanbreng over de zwarte oogschaduws. De kleuren worden ook gewoon donker op de zwarte oogschaduws, wat op zich niet zo gek is. Maar bijvoorbeeld met de Kat Von D Alchemist highlighters worden ze juist heel intens en heel helder. En dit is gewoon een donkere oogschaduw met glitter eroverheen. Ja, donker. En het wordt gewoon weer zo'n vlek, weet je. Gewoon zo'n modderboel. Dus wanneer je allemaal kleuren verf bij elkaar gooit en dat het dan uiteindelijk bruin wordt. Dit idee dus met deze oogschaduws. De twee glitterkleurtjes op het einde vind ik dan nog het mooist. Maar je brengt het aan, je denkt wauw. En dan is het inderdaad alsof de sneeuw smelt voor de zon. En dan denk je, huh? Waar is het gebleven? Weg. Ook een dislike. We zijn lekker aan gang met de dislikes. Essence dacht, hey, magnetische wimpers. Het is helemaal kut, wij gaan het ook doen. Nee, maar serieus. Ik heb nog nooit iemand enthousiast horen praten over magnetische wimpers. Ja. Kijk, ik was enthousiast toen ik dit zag, omdat ik het gewoon vet leuk vind dat Essence dan iets doet wat vaak duur is en zij het dan betaalbaar doen. En het is gewoon lachen om dit een keer te testen, zeker in zo'n eerste indruk video. Maar het werkt gewoon niet. Het is super moeilijk om het scherp tegen de wimperrand aan te krijgen. En het zijn zoveel wimpers op elkaar. Ik weet niet of je het een beetje kunt zien. Het is zoveel. Ja, ik kreeg echt gewoon alsof ik een soort van pop was. Met van die keiharde wimpers aan de buitenkant. Niet mooi. Niet mooi. Koop alsjeblieft gewone, normale nepwimpers. Even met een beetje lijm plakken, maar 100 keer mooier. En dit krijgt ze ook een dislike. Ach, ach. En ik blijf maar bezig. Jeetje, wat veel dislikes. Daar had ik even niet over nagedacht. Maar daar komt er weer een. De eyeshadow sticks van Catrice. Dit is echt al zo lang als ik me kan herinneren een ding. Creamy oogschaduws die zogenaamd makkelijk aan te brengen zijn. Soms in een potje en dit in een stick is natuurlijk helemaal makkelijk. Misschien nog een mascara erbij. Misschien nog wat eyeliner erbij. En je bent klaar om te gaan. En dat belooft dan de hele dag te blijven zitten. Dus creamy oogschaduws makkelijk aan te brengen. En blijft de hele dag zitten. Makkelijk aan te brengen? Ja. Lang blijven zitten? Nee. Ik weet niet waarom ze dit denken. Ik ga er dan toch weer een oogschaduwbaas onder aanbrengen. Maakt niet uit. Het gaat gewoon creasen. Dat altijd met dit soort dingen. Ik vertel je mijn ervaring. En ik heb weer vettige of minder vettige oogleden dan jij. Dus meningen kunnen altijd verschillen. Ik gebruik gewoon veel liever een poeder oogschaduw of een highlighter. Maakt mij het uit. Als ik een simpele kleur op mijn oogleden wil. Nou, vaak een glanzende kleur zoals dit. Dit is een beetje zo'n champagne kleur. Ik breng dit veel liever aan in poedervorm met een kwastje over mijn oogleden. Kost echt niet zoveel meer moeite en tijd. Blijft wel de hele dag zitten. Dit? Nee. 12 uur lasting sweat proof. Dream on. Maar het is niet alleen maar slecht. Ik heb namelijk hier een super mooie blush. Dit is de Catrice Blush Box Water and Sweat Proof. Wat is dit alweer met al die waterproof, sweatproof? 20 Glistening Pink. Nou, de verpakking vind ik niet zo'n heel succes. Hij begint al heel erg te slijten. Dat was zelfs al zo in de eerste indruk video. Maar het wordt dus erger, omdat hij natuurlijk steeds weer in mijn lade belandt met de andere blushjes. Maar het is wel gewoon een hele mooie kleur. Het is gewoon echt zo'n kleur. Ik gebruik hem momenteel elke dag. Ik denk niet eens over na. He, dan denk ik, oh ja, ik heb een roze shirtje op aan. En dit is meer perzikkleur. Misschien niet zo'n heel goed idee. I don't care. Ik pak mijn blushkwast. Ik breng deze aan. En hij zit gewoon super mooi. De textuur is goed. De kleur is mooi. Wat ik ook heel mooi vind, er zit een kleine gouden shimmer doorheen. Maar die is gewoon heel subtiel. Dus je brengt er nog een highlighter bij aan. En het is top. Ik heb hem dus nu ook op. Ik weet niet of je het kunt zien. Ik heb er wel een highlighter bij aangebracht. Deze is van Charlotte Tilbury. Ik hou ervan als die betaalbare merken, zoals Catrice, mooie basics hebben, betaalbare basics hebben. Zoals een blush als deze. Dit is gewoon iets, die gebruik je elke dag. Maak je op, koop je weer opnieuw en is gewoon altijd top. Gewoon niet te veel op aan te merken. Het is een like. Ja, want bijvoorbeeld die concealer die ik liet zien van Essence heb ik nu dus ook al de hele dag op. Het is nu 4:30, het is niet super laat, maar ik ben er wel naar buiten geweest. Van alles gedaan en hij zit gewoon nog muurvast. Dus dat is echt top. En de blush ook, die ik net liet zien, ook. Dan heb ik... Ik heb geen geluk met de lipproducten van Kat Von D. De liquid lipsticks, iedereen vindt ze geweldig. Bij mij blijven ze echt totaal niet zitten. En ze gaan zo rullen dat je dan heet het zo. Als een debiel zit. Velletjes af zitten bijten. Maar ik vind het zo leuk. Ook hier de gewone lipsticks. Die verpakking met die studs. Ah, ik wil dat al zo lang hebben. Ik kocht de kleur Double Dare. En dit is een matte tint. Super mooi weer. Hartstikke mooi. Mat, mooi. Mooie huls. Blijft gewoon niet zitten. Wat ik net zei met de liquid lipsticks. De gewone lipsticks, in mijn geval hebben het ook, dat ze inderdaad gaan rullen en gewoon super, super snel slijten. Ik heb nu MAC Faux op. Ik heb hem net opnieuw aangebracht.
Maar dat was dus nadat ik hem al de hele ochtend en middag op had. Had geluncht, koffie had gedronken, et cetera. Nou, en met deze is het gewoon echt... Ik doe dit en het is al weg. Ik weet niet of mijn lippen en Kat Von D's lipproducten gewoon geen match zijn wat het is. Maar het werkt gewoon niet. En het is gewoon zo zonde, want het zijn mooie producten. Niet goedkoop. Ik heb er graag voor over als het maar wel werkt. En ik haal het gewoon als ik lipstick opdoe en vervolgens de hele avond moet bijwerken. En ik voel dat het rul en ik... Helaas, een dislike. Ik ben er echt doorheen gerend. Niet expres, maar ik had gewoon lekker het tempo te pakken of zo. En het waren natuurlijk ook gewoon veel Essence & Catrice producten. Dus dan ga je ook wat makkelijker van het een over naar het ander. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Kom je nog producten tegen waarvan je zegt, dat moet je testen. Ik ben hier benieuwd naar. En natuurlijk als je zegt, dit vond ik een like en dit vond ik een dislike. Heel erg leuk als je dat laat weten. Altijd meer dan welkom hieronder in een reactie. En dan was dit het. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Mwah. Doeg!